Erik, wat een nieuws. Geweldig nieuws, Klaas. Ik voel mij alsof Sinterklaas vandaag is langs gekomen. In juni, totaal onverwacht, kwam hij in één keer de straat ingereden en zei hij van, kijk eens, hier hebben jullie een fantastisch cadeau. FC Twente blijft in de Eredivisie. Yes! Kan je niet blijer zijn? Nee, dit is ook totaal onverwacht. Totaal onverwacht. En zo'n onverwacht cadeautje smaakt nog lekkerder. En is dit de redding voor de club of is dit ook ergens dat je denkt, ja, we zijn nog niet van die schulden af? Ik heb de illusie dat dit ook de redding is van die club. Dick Wessels, vermogende rijke man, stapt er ook in nu. Maakt ook onderdeel uit van een of ander nieuw reddingsplan. Jan van Halst, echte clubman. Ik ken hem een beetje. Jan, geweldige kerel, integere man. Wordt ook weer technisch directeur daar. Ik heb het gevoel dat we nu eindelijk, wij Twente fans, kijken weer naar de toekomst. We kunnen nu eindelijk weer praten over wie volgt volgend jaar Hakim Ziyech op. Hè? In plaats van die ingewikkelde gesprekken over jaarrekeningen en licentiecommissies. Gaat weer over voetbal. Maar het is misschien, dat hoor je ook al veel, niet echt de straf die Twente verdient na zoveel wanbeleid. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik snap dat ook wel. Ik snap ook wrok van mensen richting Twente. En ik snap ook wel dat heel veel mensen in den landen en columnisten buitelen nu over elkaar. En zeggen, die straf is niet hoog genoeg en dit en dat. Kijk, je moet natuurlijk niet vergeten. Hè? Bij Twente is wanbeleid gevoerd. Hebben mensen schandalige dingen gedaan. En wie hebben dat gedaan? Twee oud-voorzitters. Hoe deden ze dat eigenlijk? Dat deden ze stiekem. Dat deden ze crimineel. Ik ben maar gewoon een FC Twente-fan. Ik was daar niet bij dat er allemaal geheime dingen gebeurden en rare transacties werden gepleegd. Alsof wij dat allemaal wisten. Kijk, ik wil mijn handen niet in onschuld wassen. Maar toen wij kampioen van Nederland werden, ja, toen stond ik ook te juichen met Joop Munsterman. Ja, natuurlijk. Had ik dat toen moeten zeggen? Hoi, we zijn kampioen. Mag ik nu even de jaarrekeningen inkijken? Ja, natuurlijk niet. Het gebeurde allemaal geheim. Het gebeurde allemaal stiekem en crimineel. En ik vind dat die mensen die dat gedaan hebben, die moet je straffen. Maar ik ben gewoon een fan van een club. Wij zijn gewoon fans van FC Twente. Wij willen gewoon graag onze club zien voetballen volgend jaar. Moeten wij dan maar tot in den treuren worden gestraft voor het wanbeleid van een aantal individuen? Volgende wedstrijd, Eredivisie dus. Volgende wedstrijd in de Eredivisie. En dat hoort ook zo, want Twente is, ik heb dat vaker gezegd, het is echt waar. Wij zijn de vierde club van Nederland. Dat zeg ik niet omdat ik toevallig supporter ben van die club. Maar dat zeg ik op basis van de eeuwige ranglijst in de Eredivisie. Op basis van de Europa Cup wedstrijden. Op basis van de geschiedenis. Twente is gewoon de vierde club van Nederland. Een topclub in Nederland. In Enschede wordt al sinds eind 19e eeuw, wordt hier al op het hoogste niveau wordt er al gevoetbald. En dat daar een einde aan zou komen, dat doet pijn in het hart. En ik ben heel blij dat nu omgedraaid is. Gewoon volgend jaar Eredivisie voetballen in Enschede. Gefeliciteerd, mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Dankjewel.